Goedenavond, welkom bij Aquabellis. Een vraag die we soms krijgen van onze klanten is, hoe warm is het zwembad en wat is nu aan te raden als je in de jacuzzi bent geweest en je wilt in het zwembad gaan. Het zwembad bij ons is ongeveer 30 graden. Het komt in een zwembad van 5 tot 10, heeft steeds een temperatuur van ongeveer 30 graden, tussen 39,5 en 30,5 graden. Dat is een ideale temperatuur voor een privé-sauna. Misschien iets te warm voor baantjes te trekken, maar anderzijds toch voldoende warm voor rustig in te kunnen ontspannen. Nu, als je in de jacuzzi bent geweest, of je bent in de sauna geweest, of wat dan ook, dan is je lichaam opgewarmd. Je lichaam is gewoon aan de jacuzzi, is het water 37 graden of zelfs iets meer. In de sauna uiteraard is de temperatuur 80 of meer graden. Je lichaam is gewend aan die temperatuur. Als je dan onvoldoende afkoelt en snel in het zwembad gaat, zal ondanks de 30 graden, wat dus echt een warme temperatuur is, het aanvoelen, je een schrik-effect krijgen en het aanvoelen alsof het water veel koud is. Dus wat is het beste dat je kan doen, als je uit de jacuzzi komt, eerst even afkoelen. Ofwel even rusten, altijd aan te raden, altijd even tussen twee verschillende faciliteiten even enkele minuten rust te nemen. Of anders, als je uit de jacuzzi komt, even douchen, even zorgen dat je lichaam afkoelt, misschien zelfs een beetje kouder pakken. En op die manier kan je dus daarna zwemmen en dan zal je voelen dat zwembadwater warm aanvoelt, aangenaam aanvoelt. Dat is de beste manier om van ons groot binnenzwembad gebruik te maken. Ik hoop jullie tot binnenkort te kunnen zien en goed wel eens ondertussen.